mag ik even de handen op elkaar voor niemand minder dan Leen A. Zijlmans. Leen, ik moest eventjes denken. Ik zag jou staan op het podium. Ik denk, Bas, dat is de lans voor zijn operatie. Het is een beetje aangekomen. En zoals iedereen weet, dames en heren, ik ken Leen, denk ik, al 25 jaar. Ik heb Leen nog gekend in zijn horecatijd. En ik ben er trots op dat ik hier een woordje mocht richten op deze memorabele zondagmiddag. Het is een man, en dat meen ik uit het diepst van mijn hart, die denk ik een van de mooiste en de beste vocale kwaliteiten heeft van heel Europa. En er komt een Leen naar je toe en die zegt, HVA Productions is denk ik het bedrijf wat mij kan helpen. Het is niet dat Leen geholpen moet worden, maar Leen wil zingen. Alles wat hij zingt, en het was ook memorabel aan de André Hazes, komt uit zijn hart. Als ik Leen één woord hoor zeggen, en dat kan gewoon simpel op de bank zijn, en dat kon André Hazes ook, dan komt het vanuit dat diepste van je ziel. Ik heb het album gehoord en bij ieder woord wat er gebeurt, komt er een rilling op je lijf. Het is commercieel. Het is gepakt in de tekst, maar dat niet alleen, het is ook gedurfd. Want welke artiest in Nederland, en we kunnen allemaal heel groot kijken, durft het om live, met een live band, op het podium te staan en een zaal gevuld met bijna 1000 mensen. Alleen daarvoor al moeten we even de handen op elkaar zetten. Als echte vriend zeg ik jou, met jouw vocale kwaliteiten, met iedereen die hier aanwezig is, behoor jij niet alleen tot de top van Nederland, maar tot de top van Europa. En het is onze taak om te zorgen dat je daar ook komt. Want de kwaliteit is er. En iedereen die deze middag heeft meegemaakt, en de foto's zijn er, ze hebben een echte V. Oranje van alle zijden zijn ze, die zullen dat ooit nog zeggen, en dan praat ik over jaren, de kwaliteit die jij hier wegzet is uniek. Ik ga even iets pakken. Leen, ik ga je iets geven. Geef mij even de microfoon. Dan kan je hem op je gemak uitpakken. Mensen, het nieuwe album, daar staan nieuwe liedjes op. Het is niet gepakt en commercieel zoals iedereen zo makkelijk doet. Het zijn weer liedjes met hele moeilijke akkoordenlijnen. Met prachtige stukken. Manfred Jongenelis. Het is niet zomaar iemand, een man genoemd worden als de beste studio's van Nederland, heeft dit samengemaakt. Het is een prachtig album. En ik ga je beloven, en dat beloof ik jou ook alleen, dat ik niet 100%, maar alles zal geven, alle vezels in mijn lijf, om dit tot een succes te maken. Nou Hans, niemand had dat mooier kunnen zeggen als jij. Daarbij bijvoorbeeld alsnog bedankt. Dames en heren, dit is mijn nieuwe album. En ik heb hem op de eerste plaats heb ik hem voor mezelf gemaakt. Totdat die helemaal klaar was, dat die helemaal goed was. Totdat die uiteindelijk toch zo goed was dat ik hem aan jullie mag en ga presenteren. Er staan allemaal hele mooie liedjes op. De mensen hebben verschrikkelijk ons best gedaan samen met Manfred. Uiteindelijk gaan jullie bepalen wat er met de album gaat gebeuren. Ik hoop, dames en heren, als u straks naar huis toe gaat en u neemt dan een album mee. U gaat hem zeker en vast in de bus of in de auto draaien, weet ik zeker. Ik hoop dat u ervan gaat genieten. En hij is voor jullie. Voor jullie allemaal. Hans, natuurlijk heb ik voor jou ook iets. We gaan elkaar allemaal cadeautjes geven. Die kan ongeveer wel een beetje draaien, want er in de Hans staat er een grote letters op. Die is voor jou. Die gaan we nog, pak jij maar zo vast uit. Manfred, kom er even bij, jongen. Ik wil jou ook bedanken. Ja, alsjeblieft. Deze is voor jou. We hebben er samen weer een hele mooie album van gemaakt. Ik weet, als ik met Manfred Jongenelis opneem, dan weet ik al wat er te wachten staat. Maar ik kijk er allemaal naar het eindproduct. En daar gedraait toch alles om. Manfred Jongen, hartstikke bedankt. Hans, bedankt. En nu, kijk eens aan, speciaal voor Manfred. En nu wil ik eigenlijk even iemand naar voren hebben, dames en heren. En Davida, deze is voor jou. Omdat ik vind, trouwens, maak er niks van open. En er staat ook voor de beste techniekers. Nou, ik vind dat ik dat niet hoor te zeggen. Dat had eigenlijk John de Boer moeten zeggen, want die werkt er nog regelmatig met haar. En Davida, dat vind ik echt. En ga dan maar snel naar je hok, want anders loopt het helemaal verkeerd achter de coulissen. Zo, dames en heren. Ik ga mij even verkleden. Ik ga nog heel even de teksten een beetje doornemen. En dan kom ik zo meteen terug met het orkest. En dan gaan we alle nieuwe liedjes presenteren. Tot straks, dankjewel. Dames en heren, geweldig applaus.